De Nederlanders hebben sinds de 13e eeuw klompen gedragen. Kom niet naar Nederland en verwacht de lokale bevolking hun dag te zien doen met de traditionele Nederlandse klompen. Hoewel ze een populaire schoenenkeuze zijn voor boeren, komt de moderne stadsbewoner in een souvenirwinkel het dichtst bij houten klompen. Lees verder om de geschiedenis en functie van deze traditionele Nederlandse schoenen te leren kennen en ontdek waar je getuige kunt zijn van klompen maken. Zoals de meeste dingen is de manier waarop Nederlandse klompen worden gemaakt in de loop van de tijd aangepast. Oorspronkelijk volledig met de hand vervaardigd, hebben machines geleidelijk veel van de bekwame klompenmakende ambachtslieden vervangen. Vandaag de dag vindt u nog steeds enkele traditionele klompenmakers. Een van deze bedrijven is de Kooiman Wooden Shoe Workshop in de historische Nederlandse stad Zaanse Schans, een korte treinrit van Amsterdam. Hier hebben Jaap en Ineke Kooiman besloten om het Nederlandse ambacht van klompenmaken te behouden. Sinds 1974 demonstreert de Kooiman Workshop het traditionele proces van klompenmaken op gerestaureerde antieke machines voor meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Na je rondleiding door de Kooiman Workshop kun je je Nederlandse schoenenopleiding voortzetten met een wandeling door het Klompenmuseum. En als u een dagtocht naar de Zaanse Schans boekt, kunt u ook kennis maken met weer een andere Nederlandse traditie, windmolens. Yes. For everyone. All right then.
Good afternoon. Welcome to our wooden shoe workshop. I will show and explain to you all how we make a wooden shoe, at least nowadays. First of all, the wood we use to make the wooden shoes. Poplar, Canadian poplar, grows in Holland. We use it fresh, and when it's fresh, there's a lot of water from the tree inside the wood. Makes it soft and relatively easy to cut. And in the early days, the entire outside shape of a wooden shoe was made with this big knife and all done by hand. It was hard work. And for the inside, several sizes of spoon scoops are needed, starting with a big one like this to drill the first hole and then work their way. For a wooden shoemaker to make a pair by hand takes 2 to 3 hours. Nowadays, it's all done on machines and it only takes 5 minutes. The principle of the machines is simple. It's a copy machine and works the same way as duplicating a key. Model on one side and the knives take away the wood on the other side while following the model. German machine to copy the outside and a French machine to copy the inside. They're both 80 years old. We'll start with the outside shape first. Here we go. Side shape. Right now the wood is still very wet because it's fresh. I will try to show. So you can imagine it needs to be dried, but very slowly, by wind only. This takes 3 to 4 weeks. And then afterwards, polished outside and inside. The result then is a light and well-polished wooden shoe to fit a child of about 4 years old. And they look big. But wooden shoes are big and they offer you good protection. They're good safety shoes. They're warm and they're waterproof. Now, best way to wear them, thick woolen socks for comfort and always too big. Finger space, extra room behind the heel when you try them on. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.